In de plaatselijke batikfabriek wordt getoond hoe zijde en katoen wordt beschilderd. De schilderijen zijn zeer kleurrijk en beelden vaak het dagelijkse leven van Java uit. Met de fietstaxi, Bekak genaamd, rijden we naar het centrum van de stad om het Kraton, het paleis van de sultan, te bezoeken. Het Kraton is een stad op zich. Binnen de muren werken duizenden mensen. De hoofdgebouwen zijn een doolhof van open en half open paviljoenen, gescheiden door schaduwrijke binnenplaatsen. Bij het binnenkomen van iemands huis, als even wij zijn deze huizen, goed af. Goed af. Maar de zon schijnt wel. Op het erf een goed op bed weg afzetten. En gebouwen, goed op bed af. Okay. Dat is mijn compromis. In 1785 werd dik tegen de zin van de Nederlandse bezetter een 3 meter dikke ringmuur rond het Kraton gebouwd. Je kan er een permanente tentoonstelling bezichtigen rond de 9e en meest gekende sultan Henki.